Goedemiddag, u kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza.nl. Er zit wat bewolking boven Nederland en dat hebben we allemaal te danken aan een soort van zwak koufront. En dat koufront trekt geleidelijk aan naar het zuiden toe. Daardoor is het in het noorden toch aan de koele kant met daar maximum temperaturen vandaag van zo'n 21 of 22 graden. In het zuiden waar de zon volop scheen een lange tijd is de temperatuur opgelopen naar zo'n 30 tot lokaal 31 graden. Dat koufront dat trekt naar het zuiden toe de komende uren, maar vannacht dan stagneert het boven het zuiden en begint het geleidelijk aan als warmtefront weer terug naar het noorden te wandelen. Dat betekent dat we morgen dan op veel plaatsen gewoon weer in de warme lucht zitten en ook in het noorden van het land wordt het uiteindelijk weer zomerswarm met 25 graden. Maar eerst vanavond. In het noorden is het aan de frisse kant, daar koelt het vannacht ook het meest af. In het zuiden van het land, daar blijft het nog lang warm en halverwege de avond is het daar zelfs nog steeds zomerswarm met 24 of 25 graden. Vannacht dus de laagste temperatuur in het noorden, daar zitten we het diepst in de koudere lucht, minimaal rond een graad of 8. Misschien een beetje mist aan de grond, zal lokaal mogelijk zijn, maar ik verwacht dat het op veel plaatsen daar gewoon vrij helder blijft of wisselend bewolkt. In het zuiden van het land is het aannemelijk zachter, of aanmerkelijk zachter moet ik zeggen, met minimaal van 14 of 15 graden. Morgen zitten we dan weer helemaal in de warme lucht, in het zuiden weer de meeste zonneschijn, in het noorden toch nog een aantal wolkenvelden van hetzelfde front. Maar in het noorden wordt het toch weer snel weer een 24 of 25 graden, iets warmer dan vandaag. En in het zuiden van het land opnieuw tropisch warm met 30 of 31 graden. Nou, wanneer de 30 of 31 graden wordt gehaald, dan is er sprake van een regionale hittegolf in het zuiden van het land. Met name in Limburg is dat het geval, maar ook donderdag komt er nog gewoon een tropische of zomerse dag bij. Want de komende dagen dan blijft het gewoon warm. Met op donderdag dus de hoogste temperaturen. De wind gaat in de loop van de dag naar het westen draaien, maar voordat de koele, wind, de koele lucht uit het westen binnenkomt, kan het in het oosten en zuidoosten van het land 31 tot lokaal 33 graden worden. Laat de westenwind nog eventjes op zich wachten, dan is het misschien zelfs mogelijk dat het 34 of misschien wel 35 graden wordt. Hoe langer die westenwind op zich laat wachten, hoe groter de kans op een aantal buien. De grootste kans op buien die denk ik toch dat het voor het oosten en zuidoosten van het land is weggelegd. Daar ook kans op een klap onweer. En in de rest van het land, daar zal het waarschijnlijk op de meeste plaatsen wel gewoon droog blijven. Vrijdag zitten we dus in de koele lucht. Flinke westenwind, matig bovenland, vrij krachtig aan zee. Temperaturen van nog zo'n 21 graden op de meeste plaatsen. Tot lokaal nog 26 graden in het zuiden van Limburg. Daar is de warme lucht dan nog net nog wel aanwezig, maar zal ook in de loop van de dag daar gaan verdwijnen. Het weekend nog een stukje frisser met temperaturen rond 21 graden. Misschien valt er een enkele bui, maar ook de zon krijgen we zo nu en dan te zien. De ontwikkeling op de lange termijn: eerst nog een aantal warme dagen, tropisch in het zuiden. Vanaf vrijdag dus de afkoeling. Maar na het weekend wordt de onzekerheid weer groter en komt op maandag en dinsdag de grens van de zomerse temperatuur van 25 graden weer in beeld. De onzekerheid is wel heel erg groot, goed te zien in de bandbreedte. Maar waarschijnlijk ligt de temperatuur rond of ietsjes onder de normale waarde voor de tijd van het jaar. De neerslagkansen nemen wel toe, maar de droogte lijkt er dan nog niet mee opgelost te zijn. Want zoals het er nu naar uitziet, is de neerslagkans wel aanwezig, maar de kans dat er veel neerslag gaat vallen is niet heel erg groot. De bandbreedte is enorm en misschien dat er dan na het aankomend weekend wat vaker wat neerslag gaat vallen, maar daarmee is het droogteprobleem dus nog lang niet opgelost. Mijn naam is Wilfred Janssen voor weerplaza.nl.